Goedemorgen, Robben. Goedemorgen. Heb je al naar het klassement gekeken? Ja, we staan er niet zo goed voor, kan ik zeggen. Dus, het is fijn dat je dat zelf al zegt. Ja, we staan als voor de mannen, dan staan we laatste. Maar ik heb wel gezien dat we echt nog kort staan bij de top 5. Het gaat over dan 100, 100, 200 kilometer. Dus dat moet echt nog wel lukken. Dus morgen moet iedereen een tandje bij. En moeten we gewoon iets meer gaan fietsen. En dan gaan we zo de top 5 binnen. Ja, en ik heb nog wel een persoonlijk ding. Ik zie jou elke avond, dan ga ik naar bed toe. En dan zie ik op Twitch dat Robbe aan het streamen is. Dan sta je laatst en dan zit je de hele dag een beetje te gamen. Ja, in de namiddag doe ik mijn hobby. Hè. Dus voormiddag zie ik dat ik getraind heb. En dan in de namiddag doe ik mijn hobby. Hè. En welke game speel je? Een beetje van alles eigenlijk. Dus ik zou gewoon zeggen, kom een kijkje nemen. Hè. Dus dan kan je zien natuurlijk hè, wat ik doe in mijn namiddag. Twitch, Robbe Gijs gewoon. Ja, inderdaad, klopt. Ja, ik vraag het wel. Ik kijk al af en toe, dus... dus iedereen kan gewoon kijken. Heb je nog wat te zeggen tegen het team? Nee, ik vind wel dat ze inzet tonen. En er zijn een paar mensen die echt wel mooie ritjes maken. En ik had iemand gezien die volgens mij elke Vlaamse helling had gedaan die er was. Dus ze doen echt wel hun best om mooie ritjes te maken. Dus ik hoop gewoon dat we nog een tandje gaan bijschakelen en dan... hopelijk komen zo die top 5 in. Ze doen hun best, maar het is nog niet genoeg. Nee. Nou, ik wens jou en eigenlijk iedereen van Team Robbe heel veel succes. Dank je. En we spreken elkaar morgen weer. Dat is goed. Succes met gamen. Ja, bedankt. Salut. Salut.